ga niet uit. Want we gaan vlogs maken. Welkom bij deze vlog. In deze aflevering gaan we het hebben over de overheid. En voornamelijk de rol van de overheid voor de burger. Het CDA is daar heel duidelijk in. De overheid moet een dienstdoende rol doen aan de burger. En er is iets fundamenteels fout gegaan op dit punt. Mede door CDA'er Pieter Omtzigt is er een groot systeem, een systeem vol ongekend onrecht, ontdekt bij de Belastingdienst en de zogenoemde toeslagenaffaire. En hoe zit dat dan in Doesburg? We hebben CDA-raadslid Wim Robertsen, die gaan we daarover vragen. Hallo. Hey, het hoi. Mag. Zeg, Wim, zijn er ook ouders getroffen uit Doesburg in de toeslagenaffaire? Ja, ook in Doesburg zijn helaas mensen getroffen door de toeslagenaffaire. We hebben daar vragen over gesteld. En het bleek dat er 4 gezinnen getroffen zijn. In ieder geval, die hebben zich gemeld. En dat zijn misschien wel 4 keer 4 mensen. Dus dat is echt wel heel serieus. Zeker voor zo'n klein stadje als Doesburg, maar voor die mensen individueel nog veel heftiger. Echt, er zijn echt verschrikkelijke dingen gebeurd. Werkt de gemeente momenteel mee in het compenseren van de ouders in Doesburg bij deze affaire? Of kunnen ze überhaupt helpen? Ja, de gemeente heeft een hele belangrijke rol. Maar niet zozeer tussen de Belastingdienst en de bewoners in. Dat moeten ze samen gaan oplossen. Alleen wat volgens mij heel erg belangrijk is, is dat de gemeente dicht bij de burger staat. En dat is veel dichter dan dat je een digitaal formulier moet invullen ofzo. Bokke Hoekstra die zei tijdens de voren wat er mis is gegaan is dat we de mensen niet in de ogen hebben gekeken. En volgens mij is dat ook precies wat er moet gebeuren. Dus wij moeten dichterbij staan als gemeente ook. En dus het verkiezingsprogramma zegt maak als gemeente een loket waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. En wij kunnen die dan inventariseren over je woning, over financiën, over gezondheid. En als dat kan, als dat dichtbij is, dan gaan mensen daar hopelijk ook gebruik van maken als het nodig is. Je zei het al, het CDA is dus voor een loket. Heb je al een plekje in Doesburg op het oog? Ja, uiteraard hebben wij een plekje op het oog. Dit is niet hier in het stadhuis, wat je misschien als eerste zou denken. Maar ik neem je graag even mee. Nou, je ziet het al. De route is nog nooit zo mooi geweest als nu. Nou, volgens mij zijn we aangekomen hier. Wim, waar zijn we nu? Nou ja, zoals je ziet zijn we op de linie aangekomen. Heel specifiek de linie 4. Je hebt hier de huisartsenpost en je hebt 0313, maar ook de linie 4. En dat is een prachtig modern gebouw met heel veel organisaties. De gemeente Doesburg zit er bijvoorbeeld al in. Dus logische plek om hier dan ook een loket neer te zetten. Ja, ik vind dit wel een hele logische plek. Het is ook heel midden in Doesburg. Je hebt de binnenstad en de grootste wijk van Doesburg is Beinum. Je zit tegen Molenveld en de Ooijaan. Dus eigenlijk is dit gewoon hartje stad. Alleen wel heel toegankelijk en je brengt hier alles bij elkaar. En de gemeente heeft sowieso wel plannetjes om hier misschien naartoe te gaan. Dus als je bereikbaar wil zijn voor je Doesburg en je wilt voor je Doesburgers en je wilt dichtbij staan, volgens mij is dit gewoon de plek. Er moet nog veel gebeuren om het vertrouwen weer terug te stellen van de bij Nederland. Het vertrouwen van de burgers in de overheid is geschaad. En daarom is het ook zo belangrijk om te stemmen, om je stem te laten horen en te stemmen op een partij die ook actief van plan is om dit vertrouwen weer aan te pakken en weer omhoog te doen brengen. Nou, het CDA is dus voor een gemeentelijk plan om loketten neer te zetten, bijvoorbeeld op een locatie zoals hier, bij de linie. Nou, vind je dat ook belangrijk? Stem dan 17 maart CDA.